Dag iedereen, Lennart Wolfs hier en welkom bij een nieuwe DJ Live vlog met Bassie en Lennart. Eigenlijk is het gewoon Bast. Met Lennart Wolfs en Bast. Zoals iedereen weet is het lockdown en kunnen we helaas voor deze vlog nergens naartoe. Naar geen festival, club, party of whatever. En daarom heb ik eigenlijk op mijn Instagram stories heb ik een berichtje geplaatst over wie er heel graag in mijn vlog wil zitten. En het lijkt mij leuk om een praatje te doen met hoe iedereen zijn lockdown beleeft. Dus dat gaan we in deze vlog doen. Als jij zelf ook een keertje in mijn vlog wil komen of een videogesprekje met mij doen, ga dan even naar mijn Instagram pagina, volg mij en stuur mij een berichtje. En wie weet, voor de volgende vlog doen we nog wel zo eens iets. Oké, dan gaan we bellen! Hallo, hallo! Hallo! Yo! Hallo! Hey! Hey, dag Lennart! Hoe gaat het ermee? Goed met jou? Oké, goed. Heel blij dat ik op je blog mag komen. Oh, dat is kei lief. Dat is mega lief. Ik ga meteen de eerste vraag stellen. En dat is eigenlijk, hoe breng jij de lockdown door? Wat doe jij eigenlijk zo in deze lockdown dagen? Dus in deze lockdown dagen doe ik eigenlijk wat ik graag doe en wat ik kan doen binnen. Like, ik produce muziek op mijn laptop. Ik leer heel veel. Ik werk heel veel voor school, omdat ik echt heel veel werk heb. En vanaf dinsdag begin ik met mijn examens. Sinds gisteren een nieuw liedje uit. Sinds vrijdag. Oké. Produceren vooral en liedjes downloaden en zo. Van die dingen eigenlijk. Ik probeer me zo een beetje bezig te houden. Instagram checken en zo. Oké, dus kunt je je liedje laten horen? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ik heb juist mijn pc hier gezet. Ze. Even recordbox openen. En ik kan het eens laten zien. Het is pas uit, hè. Vrijdag op Dutch Music Records. Oké, cool. Even naar de dop gaan. Ja. Ja. Tinder aangemaakt omdat ik met een beetje alleen voelde. Ja. En al een paar matchen gehad? Ja, toch wel een paar. Ja, maar er straks wel een paar van die matches tussen. Dat ik denk, dat hoort niet op hem. Soms speel ik ook eens met mijn DD1000 hier. Ik kijk ook soms films, want ja, nu kun je s'avonds niet veel buiten gaan ook. En ik kom wel nog buiten, maar je kunt buiten niks gaan doen, dus ja. Ja, klopt. Hoe ken je mij eigenlijk? Of vanwaar, hoe zijn onze wegen bij elkaar gekomen? Ik denk via Instagram, omdat ik gezien heb dat je zo met muziek bezig bent en een DJ bent. En ik ben ook wel heel erg into muziek. Ik luister ook heel graag muziek. Ik ga ook graag uit. Oké. Ik denk daardoor dat ik inderdaad u ben tegengekomen op Instagram en u ben beginnen volgen. Dat is kei lief. Ja, vooral Instagram. Ik ben nu beginnen volgen en ja, ik heb u dan op line-ups gezien en zo op feestjes. En ja, ik dacht van hé, dat is wel vet. En dan ja, heb ik u daar ook een beetje gezien eigenlijk. En zo met u aan de praat geraakt. En ook vooral via dingen, via Pioneer, hè, via Recordbox. Met al uw video's op YouTube. Daarmee dat ik u ook altijd stuurde als er een probleem was of zo. En zo eigenlijk een beetje. Ja, je hebt hier sowieso al in de buurt gedraaid met de carré dan ook. Uh-huh. Dus zo, ja, Lennart Wolfs is sowieso niet echt een onbekende naam. Thanks. En dan zo, en ja, ik vind ook dat je hele toffe content hebt op Instagram. Oké, thanks. Hoezo? Of wat vind je dan leuk? Ja, zo, alles is zo heel, zo komt spontaan over. En er is zo heel veel positieve energie dat je overbrengt. Oké. En dat is zoiets wat ik terug wil vinden op mijn Instagram posts. Zo. Ja, zo, ook zo heel down to earth. Dat is en ik vind dat lief. Nice. Dikke merci, dat is mega lief. Klopt. En wat mis je het allermeest nu op dit moment? Goh, vooral mijn vrienden, gewoon om die te kunnen zien en dichterbij te komen. Dus ik mocht maar 1,5 meter afstand houden, dus ja.
En ook gewoon ergens naartoe kunnen gaan, gelijk naar de cinema of zo, dat kun je ook nu niet. Je kunt niet naar publieke plaatsen gaan, dus ja, dat is ook heel spijtig. Wat doet jij wel eigenlijk, deze lockdown? Goh, ja, eigenlijk... ik ben zo een beetje mij aan het vervelen en series aan het kijken en op te ruimen. En, maar ja, veel meer kun je ook niet doen. Wat mis je nu eigenlijk het allermeest in deze periode? Met mijn vrienden buiten gaan eigenlijk. Ja. Zo, ja. Gewoon... Amuseren met vrienden. Ja, amuseren met vrienden, ja. Feesten, echt alles. Ja. Maar ja, zo je vrienden... Allee, dat is toch, ik vind dat het tofste, als je zo op een fan van het draaien bent, en je zo al je vrienden zo voor je te staan amuseren, staan dansen. Ik ben wel vaak zenuwachtig als er mensen zijn die ik ken. Dat vind ik altijd ja, erg. Want allee, bij mij mag er dan 500 man zijn die ik niet ken, maar als er dan zo een paar personen zijn die ik... Allee, die echt familie zijn van mij, of die, allee, die ik... Ja, ja. Dan ben ik altijd mega zenuwachtig. Ja, je wilt die zo bewijzen, hè. Ja. Allee, je wilt die zo extra bewijzen. Als ik een belangrijke show heb, dan hoop ik eigenlijk dat er niemand is dat ik ken. Want anders ben ik gewoon te zenuwachtig. Ja, ik zou inderdaad heel graag terug gaan feesten en buiten zitten en een beetje met mijn moeder amuseren, denk ik. Ik denk dat dat het eerste is wat ik... Dat, allee, dat mis ik zelf ook het allermeest. Normaal spreek ik vaak af met vrienden of ben ik vaak onderweg of weg gewoon. En dat is gewoon heel jammer dat dat nu niet kan. Dat is zoiets wat ik het meeste mis eigenlijk. Zou jij ooit zo naar zo'n drive-in festival gaan? Of zo? Of... Ik weet dat niet, zo in een auto, je kunt niet veel bewegen, je zo'n beetje doen. Zo, tuten, purper. Wil jij nog iets zeggen aan mensen, aan iedereen die nu... naar de vlog aan het kijken is. Ja, ik wil vooral zeggen aan iedereen, blijf veilig thuis. Doe geen stomme dingen. Zorg voor je eigen, zorg voor familie, vrienden en zo. En ja, gewoon geniet van het leven. En zodra dat we... Geniet van het leven! Abonneer, like de video. Sowieso. En ja, support Lennart op Instagram en op YouTube. Love. En volg zeker Lennart Wolfs zijn vlogs, want hij is goed bezig. Ah, keilief. Even op de tanden bijten en dan gaat nadien veel beter gaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is keimooi. Ja, hè? Ik ga dat op de donderdag laten zitten. Super, super bedankt voor alle reacties die ik gekregen heb en iedereen die met mij wou bellen. En ik ben eigenlijk blij om te zien op dit moment dat iedereen een beetje met dezelfde problemen zit of met hetzelfde gevoel zit. Iedereen snapt het wel allemaal, maar we missen eigenlijk het uitgaan en met onze vrienden zijn en familie en vrienden zien en knuffelen en liefde geven. En dat kan jammer genoeg niet, maar de boodschap is ook heel duidelijk dat we even moeten doorbijten en daarna... veel meer kunnen doen samen. Daarom ga ik ook nu iets meer vlogs maken. Ook gewoon vlogs thuis. Waarin ik bijvoorbeeld tips en tricks geef. Of waarin ik recordbox laat zien. Of gewoon mijn dagelijks leven, de dingen die ik doe. Dus als je graag dingen wil zien of suggesties hebt. Of zelf een keertje met mij wilt bellen. Dan laat even het weten in de reacties hier beneden. En dan hopelijk tot snel!